Hallo iedereen, welkom in Peters Keukentje. Ik ga vandaag een heel eenvoudige pindasaus maken. En een heel eenvoudige saté babi. Van varkensvlees. En dat gaat natuurlijk allemaal weer op de barbecue. Heb je geen barbecue, dan doe je het gewoon in de grill of in de koekenpan. Kan natuurlijk ook. Ik begin vandaag met de pindasaus. Ik heb een scheutje zonnebloemolie in de wok gedaan. En dan ga ik één fijn gesneden ui bij verruiten. Dit is de makkelijkste pindasaus die ik ken. Heel eenvoudig om te maken. En ook heerlijk van smaak trouwens. Goed, het uitje gesnipperd. Moet erbij een, even kijken, 3 teentjes knoflook. Die heb ik fijn gesneden. Je mag natuurlijk ook alles helemaal fijn maken. Maar ik vind het zo prima. Ik ben nu een paar minuten verder en dan doe ik erbij 2 grote eetlepels pindakaas. Ik heb het vuur iets lager gezet. En dan doe ik er ook meteen een klein schotje water bij. Ik begin met een klein beetje. En als ik het wat dunner wil hebben straks, dan doe ik er gewoon wat meer bij. En maak je het per ongeluk te dun, dan doe je er gewoon weer wat pindakaas bij. Goed, dat meng ik even zachtjes er doorheen. Een minuutje of zo. Doe nog een beetje water bij. Dan komt er een klein scheutje azijn bij. Een klein scheutje ketchup manis van het A-merk. Is vrij zoet. Ik vind het nog iets te dik, dus ik doe er een heel klein beetje water extra bij. Eventueel zout en peper naar smaak. Ik doe er alleen een heel klein beetje zout bij. En een klein theelepeltje sambal badjak. Dus geen oelek, gewoon deze sambal. En dan proef je natuurlijk even en dan kan je altijd nog heel even aanpassen naar je eigen smaak. Voor mij is het goed. En je kunt er natuurlijk ook nog een beetje kokossmaak doorheen doen als je wil. Dan doe je er gewoon een paar snippers zand erbij. Maar voor mij is het zo prima. En ik kan nog 1 eetlepel suiker bij. Ik zal straks de goede volgorde even opschrijven. Ik was die suiker eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, vergeten.
Gaan we eens even proeven. Over een minuutje. Ik heb hem net geproefd, dus die prima. Dus de pindasaus is klaar. Ik ga verder met de varkensvleessauté. Ik heb twee schouderkarbonaten in blokjes gesneden. Dat doe ik bij een scheutje zonnebloemolie. Twee teentjes geraspte knoflook. Of uitgeperst bedoel ik. Een scheutje citroensap. Een klein beetje zout. Ook een beetje peper. En een hele zoete ketchup. Ketchup Manus. Deze is van ABC. Hier in het dorp hebben we de Plusmarkt. En daar verkoopt ze het. In die ketchup Manus zit heel veel suiker. Ja, dat zit in elke ketchup Manus. Heel veel suiker. Maar dit is palmsuiker. Goed, meng alles door elkaar heen. En dan laat ik het minimaal een uurtje marineren. En als het kan langer. Maar ik heb natuurlijk weer wat voorbereid. Dus dit gaat bij mij de koelkast in. Deze heb ik vanmorgen vroeg al gemaakt. En die gaat zo op de buikje. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk voor straks. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.